Ja, je dromen uitspreken betekent ook dat ze waargemaakt kunnen worden. Precies, dat is de reden waarom we deze video nu hebben. Precies, maar voordat we beginnen, we gaan ons eerst even voorstellen. Wij zijn Dutch Nomad Couple, ik ben Angela. Ik ben Tino. En dit is onze dochter Filou van 2,5 jaar. Ze reist dus al 2,5 jaar met ons mee de wereld rond. En 2 jaar. Precies, 2 jaar is het. Oh, ik vind het zelf indrukwekkend. Dat staat voor haar. Soms post je iets op Instagram Stories en in dit geval was dat ik een boekje aan het lezen was met Filou van Boris Boer. En daarbij schreef ik dat ik het heel leuk vind om die verhalen te lezen, want mijn droom was vroeger om boer te worden. Ja, je dromen uitspreken betekent ook dat ze waargemaakt kunnen worden, want nog geen 10 minuten later kregen we van... Hoi. Kregen we de uitnodiging om koeien te komen melken. Daar zeiden we gelijk ja op. En hier zijn we, Filou. Ja! Op de boerderij koeien melken. Kijken. Ja. Hoe vind je het op de boerderij, Filou? Leuk! Ja? En wat vind je leuk? De paarden. En de koeien. Oh ja. Kippen niet heel goed zien. De kippen kon je niet, maar waarom kon je ze niet goed zien? Hoe kwam dat? Het was een beetje donker in het kippenhok. Dan kon je ze niet goed zien. En Filou, en de kleine koetjes? Zo lief. Ja? Zo lief. Kalfjes. Kalfjes. Inderdaad. Ja. Ja, nou, het was... Ja. We gaan kijken. Ja. Gaan we ze melken? Ja. Gaan we kijken hoe de boer de koeien aan het melken is. Dat is wel leuk, hè? Ja. Samen met mama. Ja. Oh, toch niet. Nou, we ontkomen er niet aan om een boerderij te gaan wonen. Nee, als we naar de poezen. Oh, naar de poezen, ook leuk. Nee, dus, dat denk ik ook. Ja. Onze toekomstplannen, dat kwam ook in één keer naar boven. Werd versterkt doordat we dit bezoekje mochten doen aan de boerderij. Filou is gek op dieren. Wij houden ervan om in de natuur te zijn. Dat is tijdens het reizen ook wel duidelijker geworden. Voorheen leefden we in de stad en juist nu zeggen we van nee, we gaan liever naar de natuur. Dat was het idee. En nu met een kindje merken we dat een vaste basis ook heel prettig is. Een basis waar vandaan we uiteraard wel blijven reizen, maar wel een thuis ergens op de wereld. Dus waar dat gaat zijn weten we nog niet. Daar zijn we nog naar op zoek en daar gaan we nog verschillende landen voor bezoeken. Maar wat we wel weten is dat het... in de natuur mag zijn. En aan de ene kant denken we aan het strand, dat lijkt ons heel gaaf. Het surfen en de zee en
Aan de andere kant trekt het landelijke, het platteland ons ook heel erg. Waar we onze eigen groenten en fruit kunnen verbouwen. Dieren hebben lopen. Filou is gek op dieren ook. Dus ja, dat is ook wel een hele wereld die we aan het ontdekken zijn. Maar zou je dan ook koeien erbij willen hebben, begrijp ik? Ja, misschien wel. Aantal koeien erbij. Kippen. Schapen. Nou, dan eens kijken of het melken dan wel kan. Ja, precies. We gaan het proberen. We gaan melken. Kijk, die passen perfect. Heel fijn. We zitten nog lekker op. Het gaat goed. De koeien zijn hoog. Dus. Hey, boer Boris. Wacht even, je pijpen. Holding on to the morning dawn, darling, we two get through. Holding on, tell me what. En niet zo soepel als die vorige, hè? Dus wat vond je ervan? Ja, ik vond het leuk om te doen. Het viel me uiteindelijk alles wel mee om te melken. Maar het was vooral zeg maar de beleving. Jij hoefde niet, hè? Nee, maar papa vond het wel leuk om te doen. Met die herrie! Het was een beetje herrie. Een beetje herrie daar inderdaad. En die grote koeien ook. En maar ja, het is ook iets wat je nog nooit gedaan hebt. Dus nee, het is precies. Best wel indrukwekkend ook. Ja, dat is, het is echt niet zomaar een heel avontuurlijk bucketlist item of zo. Maar ik vond het echt heel erg leuk om te doen. Ik keek er ook echt naar uit. En dat was ook gewoon heel leuk om te doen. Dat is gezien bij Boer zoekt vrouw. Ja, dat zie je dan al. Ja, het lijkt er heel normaal, maar als je daar dan bent. Ja. Ja, dat was het. En ik denk dat het ook wel zwaar werk is, maar ik heb ook wel gemerkt, ze moeten het 2 keer per dag doen. 'S ochtends om 5:30 en dan 's middags weer om 5:30. Dat is best wel pittig. Maar goed, wel, ik vond het echt heel leuk om te doen. Ja, dus ik heb ervan genoten. Ja, was leuk, ja. Wie heeft de melk gegeven? Papa. Ja, papa kreeg de melk, hè. En de melk van de? Koeien. Van de koeien, ja. Laat maar zien. Oh. Oeh. Ja, dat is heel zwaar. Koud. En dus mama dacht, we gaan er een lekkere pap van maken. Ik neem vaker havermoutpap, ochtends. Dat is natuurlijk helemaal lekker met verse melk van de koe. Ja. Ja. Dus hoe ik dat maak? Ik doe altijd eerst havervlok in een pannetje, dan wat water erbij om het even te wellen. Mam, dan moet je lachen. Ja, mam, moet je lachen. En daarna doe ik de melk erbij en dan net zo lang roeren totdat het lekker een pap is geworden. Even kijken. En mama ook. Kijk ook, mama en papa ook. Wat, mama en papa ook? Papa ook. Kijk. Even dichterbij deze. Wel lekker toch? Het was heerlijk. De cappuccino, de havermoutpap, smullen. Wil je ons nou beter leren kennen? Bekijk deze video.